Hallo kijkers van IMT, ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met RuneScape Grote Trekkers weer. Ik heb eindelijk weer eens een beetje zin om in ieder geval deze serie weer te vervolgen na redelijke pauze tussendoor te halen. Ik heb niet echt veel op dit account gedaan in de tussentijd, maar ik wil in ieder geval gewoon weer even verder gaan om het te trainen deze aflevering. Waar ik nu dus ook nog mee bezig ga, en ik probeer ze allemaal een beetje hoger te krijgen, zoals je ziet, naar level 40 als eerste. Dus dat doe ik gewoon hier bij de Barbarians, dus dat moet hopelijk goed komen. En waarom ik het hier ook doe, is omdat hier bij de bar ook nog eten zit. Dat is ook wel fijn om te hebben. Ik ga ze gewoon een beetje allemaal proberen af te maken. Ik weet ook niet precies of er nog andere manieren zijn, volgens mij wel. Ik heb het wel eens een keer opgezocht, maar dit was een van de manieren die mogelijk was. Dus dat doe ik nu gewoon ook, zoals je kunt zien. En ja, ik wilde nog steeds de quest Dragon Slayer halen. Wanneer ik die heb, dan... Ik weet niet heel zeker, maar dan wil ik wel misschien de serie echt beëindigen. Wanneer ik die quest wel heb gedaan, want ik kan bijvoorbeeld ieder misschien nog wat van serum hiervan maken ofzo. Want hij wil volgens mij ook een keer iets doen, had hij tegen mij verteld ofzo. I don't know. Dat weet ik niet precies, maar dat maakt het misschien ook niet helemaal uit. En misschien kan ik dit account natuurlijk ook wel gebruiken, dat kan natuurlijk. Maar in de tussentijd, dat tezijde, gaan we gewoon eventjes hier een beetje afmaken. Als ik ze vind, ja. Op zich hoef ik niet zoveel om in ieder geval één leveltje omhoog te gaan, dus dat scheelt. Even denken. Meestal ging ik eerder naar Karabia toe. Misschien is dat ook wel een handig idee. Hey, wat? Ik ga het even opzoeken. Er is er een Karabia. Ik zoek het gewoon in de tussentijd even op. Terwijl mijn karakter gewoon eventjes gaat vechten. Crandor en Karabia Dungeon. Want Crandor, dat is waar de Dragon Slayer zich ook een beetje plaatsvindt. Skeletons. Little Red Spiders. Nou, de Red Spiders niet, maar de Skeleton wel. Even zien. Ja, ze zijn van level 32. Dus dat zal eigenlijk wel kunnen. Laat ik daar maar eens even in gaan als vandaag. Ik ga eens even wat eten regelen. Dus ik denk ook even richting GE gaan rennen. Ik ga gewoon daar trainen. Misschien wel een handig idee. Even zien. Of ik toevallig nog wat eten heb. Even zien, dat moet ik wel even weten. Anders kan ik natuurlijk gewoon even wat rauw kopen en dan gewoon bakken. Die moeten we helpen. Ja, zeker. Richting Port Sarim. Oh ja, zoals je hier ziet, iemand is lekker even aan het fletchen. Waar ik ook nog heel wat mee bezig ben. Ik ben eigenlijk nu op het moment dat ik dit opneem al level 98. Dus dat is eigenlijk al heel positief. Ik probeer natuurlijk ook richting 99 te gaan en dat... Het zal waarschijnlijk één deze dagen gaat gebeuren.
Ik weet ook niet of ik daar een highlight van laat zien in de video. Misschien de volgende Rotten Dagger Slayer video. Misschien wel, misschien niet. Dat zie ik vanzelf wel. Ik weet niet. Gaan we vanzelf wel zien. Kan ik altijd natuurlijk wel even doen. Dat is dan ook gewoon de eerste skill die ik dan level 99 heb. En dat is wel heel erg fijn, vind ik. We zien 149, want ja, dat moet wel goed komen. Ja, tadaa. Maar ja, ik was laatst dus ook met mijn main account ook level, of nee, member geworden. Gewoon even 2 weekjes, dus dat is ook best wel chill om te doen. Oh, die bad enough, die skeletons hebben we level 15. Of die giant pets, die die gaan me nog wel een beetje irriteren, maar gelukkig hebben ze niet zo hoge defense zo te zien. Ja, ze zijn er wel wat hoger, maar maakt op zich niet veel uit. Een annoying flappy thing. Goeie beschrijving. Oh, dat zijn lichte demons. Op de ene kant is het nog wat makkelijk om die te slaan, maar hier niet. Ja, dat is ook wel logisch. Maar de Deadly Red Spiders die zijn eigenlijk niet zo sterk. Maar ze hebben gewoon een heel hoog level. Eerder waren ze iets van even 50 of zo. Toen ik het een keer speelde. Maar ja, dat was toen nog een beetje met Old School RuneScape. Dus misschien niet echt. Echt recent meer. Nou, even gelijk volgende attacken. Oh my god, dat zijn gewoon member items. God damn it. Nou, terug Pico. Als ik dat eerder had geweten, dan had ik ze niet meer meegenomen. Ja, ik heb geen trainer hoor. Dus het is per se de bank. Want ik kon de hele raad niet weten. Ik ben in ieder geval nu wel positief in level 31. Die is ook een verdomd hoog level. Misschien moet ik op mijn middenkant bij ons meer mijn combat gaan trainen. Maar ik wil eerst mijn crafting die ik level 71 heb. Of 72, een van die twee. Wil ik level 80 hebben en dat geldt dan precies hetzelfde voor mijn smidding. Oh nee, wacht, ik kan beter gewoon even zalm pakken. Ik kan net zo goed. Ik denk ook niet dat deze aflevering heel lang wordt. Ik denk dat het ook niet echt veel is dat ik doe op een moment. Maar hey, maakt niet uit. 130 combined levels in attack and strength is one of the requirements of how good it sleeps. Nice.
Very nice. So, okay, good scene. Eigenlijk vind ik het wel jammer dat ze niet hier veel meer dingen bij hebben gebouwd. Zoals een bank of zo, dat zou best wel chill zijn hier. Eigenlijk. Vooral als je phishing hebt. Maar dan hebben ze in ieder geval al een functie al gebracht die een beetje deze kant op zit. Als je dan een nood kunt ja, dan dat persoontje daarachter. Kun je ze naar notes toe brengen. Dus dat heeft eigenlijk best wel veel nut als je phishing wilt trainen. Maar ja. Zo, dat is attack. Alleen met defense nog, dan ga ik hier de aflevering afsluiten. Dat zal wel naar deze giant bats geweest kunnen zijn. Ja, die is nog kapot. Oké, alleen het giant bed nog even. Kom hier. Dat moet wel genoeg zijn. Hoppakee. In ieder geval al één leveltje omhoog, dat is mooi. Met alles. Top. Oeh, Elemental Workshop 3. Dat is een quest die ik in mijn member doe. Of nee, dat was punt 4 al. Ach ja. In ieder geval, ik ga deze aflevering nu weer afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Even op mijn kanaal. En dan zie ik hem ook weer. Later.